Van 7 tot en met 10 juni werd de 64ste editie van de Tour de La Salle gereden. De spannende wielerwedstrijd kende dit jaar een verrassende winnaar. Van de wedstrijd nog in de termvraag gaan aftellen. De motorrij is opgelet. 3, 2, 1, klaar. En dan zijn we onderweg en we hebben een beetje op deze positie zien we Wout en Rijnbeek. Voor Arjen Bos. Hier komt Thijs Dikker.
sprint van het peloton. Je kijkt om je heen en je dacht, dit is hem. Ja, de voorsprong werd snel groot en kon het ook mooi volhouden. Daarachter was het toch tijdelijk zo dat die kwamen terug tot 20 seconden. En dan hangt het erom. En hoe gaan ze dat doen, die ploeg van Taan Downcycling? Weten die nog wat medestanders te vinden in het peloton? En uiteindelijk werd de voorsprong toch langzaam maar zeker weer groter. Ja, we zijn eigenlijk van voren nooit stilgevallen en in het peloton gebeurde wel een paar keer. Dus dan groeit het voorsprong wel snel. Oké, dat is in ieder geval denk ik dat ik het zo uit mijn hoofd zet. De winnaar van de blauwe trui en de winnaar van deze etappe, Jelte Kruijsen, die gaan we zo huldigen. Even kijken, Jesse. Ja. Nou, jij kijkt ook, kom jij en dacht, wat heb ik nou allemaal in mijn wielhangen? Ja, dat was een ongelofelijke dag. We hadden gewoon bedacht met de ploeg van we gaan het hele trui zo moeilijk mogelijk maken vandaag. Maar dat we het zo moeilijk zouden maken dat we gewoon weg zouden blijven, hadden we natuurlijk niet gedacht. Ik heb Ruud nog achter me met een hele goede eindsprint. Misschien hadden ze nog wel terug kunnen komen, maar ja, we reden zo goed samen dat het een ander scenario werd. Jelte, jij vertelt ook niks. Ik heb begrepen dat jij de winnaar bent van de 64e Tour de Zalion. Ja. Die sprint, die modificatie natuurlijk. Jelte Kruijsen, de winnaar van de 64e Tour de Sol. De man van de tuinformatie staat hier naast de familie. We gaan jullie op het podium zetten. Winnaar van deze etappe en winnaar van de 64e Tour de Sol, Jelte Kruijsen. Ik krijg natuurlijk de groeten van onze Romeinse Dylan Bos, maar de wethouder van de Rekenwijze en Edwin Kruijs. De eerste drie van deze etappe, Jelte Kruijsen, Arjen Bos en Jesse Vriend, samen met onze Romeinse en met de wethouder.